Van het casino gaan we naar de bowlingbaan. Want ja, economisch zware tijden, dan gaan er altijd bedrijven wel failliet. Maar in de crisis ontstaan er ook altijd leuke nieuwe plannen. Zo van, laten we dat eens gaan doen, als het allemaal weer wat beter gaat. Voorbeeld Rick Visser, hij is van BCE in Oosterhout. Hij bedacht twee innovaties in de bowlingindustrie. De industrie van de bowlingbanen. U hoort onze verslaggever Jeroen Schutijzer. Natuurlijk vanaf de bowlingbaan in Zutphen in dit geval. Nou, er staan nog twee kegels, hè? Hoe lang zit u al in de bowlingbanen? 12 jaar. Rick Visser. Nou, we hebben natuurlijk crisisjaren achter de rug. Ja. En toen zaten de mensen bij u met de armen over elkaar. En dat is dan het moment om nieuwe dingen te bedenken. Dat klopt inderdaad, ja. Ja. De crisis heeft ons geholpen. Dit is er eentje van. Dit is de mobiele bowlingbaan. Dat is een bowlingbaan die geplaatst wordt in een dag en kan binnen een halve dag weer weg. Dus heb je een soort pop-up bowling. Ja, en hij kan buiten gelegd worden. Ook nog. Is daar vraag dan naar een mobiele baan? Vakantieparken, die, of je nou Landal, Roompot of Centerparks, die hebben allemaal bowlingbanen in hun vakantiepark. Maar er zijn altijd maar 2 of 4 banen. En in de zomer hebben die heel veel gasten en zitten die banen altijd vol. Je kunt niet zeggen van, oké, doe er even 2 of 4 bowlingbanen bij, want daar hebben ze de ruimte niet voor. Maar je kunt ze wel buiten neerleggen. Tijdelijk. En het is ook aluminium, dus als het een beetje gaat regenen, is het ook niet erg. Ja, dat is een gat in de markt, ja. Daar hebben we ook heel lang over nagedacht. 5 jaar? 5,5 jaar, ja. Ja. Bloed, zweet en tranen. En er zit er nog wat aan te komen? Als je naar een bowling gaat, zijn er altijd oudere mensen bij. Zeg van 80, 85 jaar, die niet kunnen bukken. Die zitten er altijd bij. Waarom? Om de rekening te betalen. Maar ze willen heel graag mee bowlen. Als je nou naar de huizen gaat kijken, de mensen die willen graag bowlen, maar die kunnen het niet, want ze kunnen die bal niet optillen. Maar als mijn bowlingbaan omhoog kan, 55 centimeter, dan is het eigenlijk een tafelhoogte. Dan kunnen ze die bal een duwtje geven, kunnen ze toch bowlen. Samen met de kleinkinderen. Die is over een half jaar is die klaar. Verzorgingstehuizen? Ja. Maar zouden die eraan willen? Ouderen moeten 1 keer per jaar aangeven wat ze willen. Er zitten bijna altijd bowlingbanen bij. 15% wil graag een bowlingbaan. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Ja, nu gaat dat wel. Tja. Ja, in de crisis gaat iedereen nadenken wat hij moet. En dan worden ze heel erg inventief. En wij dus ook. Oh, dat komt door mij zeker. Dat hij helemaal in de goot terechtkomt. Ja, precies. Dat is niet helemaal de bedoeling van het bowlen. Zolang Uber niet in de goot terechtkomt. Nee, precies. Dat is ook zo. Die meneer werd een beetje nerveus, denk ik. Weet je welke innovatie eraan zit te komen? Een verhoogde bowlingbaan. Oké, en wat houdt dat in? Hij gaat 55 centimeter omhoog. Dat is voor de oma's en de opa's. Oh, dat ze minder hoeven te bukken. Superslim. Bram Kosterink is van Sponsen Horeca en Advies. Ja, jullie hebben deze sector in kaart gebracht. Zeker in de bowling zien we de laatste jaren dat de technologie echt met een stroomversnelling is gekomen. Dat zien we in de technieken, in de schermen zeg maar, die bij de bowlingbanen hangen. Die gaan steeds een stapje verder. Je kan tegenwoordig je eigen avatar kiezen en daar speel je dan mee op een computerschermpje. Je hebt projectoren op de baan die zeggen dat je op een bepaald deel van de baan je bal moet gooien. Welke plaats heeft ook alweer de meeste banen? Zoetermeer. 36 banen, ja. Er is 1 grote stad in het land met 0 bowlingbanen. Maastricht, geen bowlingbanen. Maar u heeft de VVV gebeld? De VVV die zei inderdaad hetzelfde, dat er geen banen zijn. De laatste is enige tijd geleden failliet gegaan. En op dit moment dus geen bowlingcentrum in Maastricht. Gat in de markt. Misschien wordt u er wel rijk van. Wij zijn in 2010 zijn we begonnen met licht op de bowlingbaan. Let op de bowlingbaan, wat je nu hier ook hebt. Wij waren daar de eerste die dat deden. Maar ja, de grote leveranciers in Amerika weten het ook. Die doen het nou ook. Dus wij zeggen, we moeten een stapje voor zijn. En daar doen we het ook eigenlijk een beetje voor. Stapje voor de markt. Een soort Willy Wortel? Nee. Nee, het is geen Willy Wortel. Het is simpel, maar dat is altijd wat is. Wat simpel is meestal het moeilijkste. Zo is het wel. Jeroen Schutijzer was dat, vanaf de bowlingbaan in Zutphen.